Dames en heren, goeiedag. De afgelopen nacht viel er wat lichte regen en motregen. Het ging maar om geringe hoeveelheden, tot een paar millimeter. En ja, vandaag was het dan grotendeels een grijze dag. Het bleef wel een hele lange tijd droog. Dus ja, deze Japanse S-dorin. Die brengt dan nog een beetje kleur in uw huiskamer. Want ja, nogmaals, het was vandaag vooral, dus 50 tinten grijs. Nou, de komende nacht, dan is het op de meeste plaatsen droog. De volgen ook wel wat opklaringen: temperaturen 13, 14 graden. En er staat erbij niet al te veel wind. Ja, en dan morgen overdag, de woensdag. Is een dag waarbij de bewolking duidelijk de overhand zal hebben. Soms kan de zon even tevoorschijn komen, maar dat zal niet veel voorstellen. Er kan plaatselijk een klein beetje regen of een lichte bui vallen. Maar ook dat stelt niet veel voor. De temperatuur komt uit op een graad of 17. En de wind wijdmatig. Aan zee is nog af en toe vrij krachtig. Uit het zuiden tot het zuidwesten. Woensdagavond staat er nog maar weinig wind. De dagen na morgen wordt er in eerste instantie toch nog wel veel vocht aangevoerd. Dat betekent dat de zon het moeilijk zou hebben. Donderdag veel bewolking, ook af en toe zon, een kleine kans nog op een spat. Bij een temperatuur van een graad of 16, vrijdag af en toe zonnegraad of 16 en in het weekend wordt het nog wat frisser. Maar in een oostelijke stroming wordt de aangevoerde lucht duidelijk droger. En dat betekent dat we in het weekend geleidelijk aan de zon vaker te zien gaan krijgen en het blijft erbij ook overal droog. Verder wat opvalt, is de lage temperatuur ook in de nacht. Want de komende nacht nog een graad of 13, maar bijvoorbeeld de nacht na zondag koelt het al af naar een graad of 5. Nou, we sluiten natuurlijk weer met een fraaie weerfoto. Een hersachtig tafereeltje ingestuurd door Ed van der Pad uit Ridderkerk. Nou Maakt u ook mooie weerfoto's, beste kijkers. Dus u kunt ze insturen naar weerfoto.rijmond.nl. Nog een prettige dag.